water op je gekriegd. Robert als een echte zeehondsavies. En Stevie moet het met lege ogen aanzien. Stevie gaat nog een seconde of 15 moeten wachten. De rest is weg hoor. De rest met een blikstaf. En Stevie staat daar. There goes Stevie. Ga, ik ga daar beginnen. Stevie, Stevie. Ga op van start met applaus. Maar een paar seconden. De titelverdediger. Ja, Mario, als de start een indicatie kan zijn van de gelegenheid om de rest van de starters te vatten. Thank you.
Nee, kom. Hier is dit. Oh, hier is het niet meer. Ja, maar het zijn veel voor toch nog wat moeite te doen. Het kost ons voor een stieper op de 21ste plaats. Ja, dan heb je al 30 op de raad. Dat vind ik niet aan. Het was een beetje wat opnieuw, nu is het uit van Soros. Het strop verlaten, ze gaan zo meteen aan de streep voorbij. Goed Maarten. Ja, dat gooit me ook een bijk ook. Ik kan het verder. Goeie Jan. 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 Goeie J
Wil ik Pisa? Maar Pisa komt als toets. Moet je al die zin doen wat ik zelf kom. En zo de weer. Wij zeggen dat het was zo'n titel dat betreffend nog. Want die moeilijkste straf ziet hij als een echte crossen en problemen voor Kenneth van Beesten. Dat is jouw tijd voor Kenneth van Beesten. Die richting wat er nou aan. Wat is jouw hoofd? Die wil daar absoluut hier zijn gros aan liggen in Dalenberg. Zijn kus die hier de beste kamer. En achtervolgens ook hier. Dat is nog die was bij 35 van een hoek, die gaat het motor op de route van de vijfhoek. Goeie, Jurgen. En Stoeber, met de zevende plaats te wij. Hoewel is de tien in zijn gezelschap. Hier is de lijn. De zus was bijna de borrie. Ja, ja. Klaas, ja. Klaas, ja. Ja, Maarten. Hup. Dat gaat gewoon nog dicht, hè?
Kunzinger im Kurs 10%. En zeker in deze veldrit zou dat wel eens kunnen. Ben er met verhaal? Opletten, dames en heren, passage 1 van onze leider in de wedstrijd. We hebben nog de leider goed, natuurlijk. En we kunnen het hier weg zien voorbij komen. Gezelschap? Nee, het is inderdaad de Van Hansport. Die is een handje toestap. En tussen nummer 3 van Spijbroek en nummer 4 Zinnigstiba zit andere seconds op 10. Dus daar zijn straks misschien op die positiewisselingen te verwachten. Hier zal dat. Is hij al weg? Oh, hij moet zien. Hij gaat direct afkomen. Ja, dat is de eerste. Tussen die muurkes uitkomen, Steven. Nee, want daar is een piet. Ja. Daar is het zo. Nee, het zal maar verder worden. Ja, we zien het er niet. Dat was Maas met de Rudy Vlokka. Met z'n beiden maken ze er een leuke beurtje van. Ja,
wat is het van die lente poster? Dat zijn ik nog goed in de volgende. Daar is de Utrechtse leider, dames en heren, die zijn ploegmaat bewust, die benoemd. Dat staat weer van Massimo van der Heijden, dat is op de hele landen. We kijken uit naar de tweede man in de wedstrijd. Hier met Maarten Wijnands en Pieter van Spijbroek. Dat is de glimlach van de grote dagen. Was binnen een ronde is het allemaal afgelopen. Hier is het in mij. Ja. Ja. Nico, heb jij enig zicht op de situatie? Ja, de Bie heeft het strand bijna verlaten. We wachten nog even op de nummers 2 en 3 op Wijnands. En was Spijbroek voorlopig nog niet echt in het zicht, hoor. Een van de last eindelijk rond het Nico. Ik denk maar dat John de Bie dicht in de buurt van de finish zit. Daar zijn we weer aan. De grote tweede plaats die uiteindelijk is gewonnen, Marco Wijnands. Mooie zege en toch wel spannend. Als die dan voor de weg Spijbroek is weggelegd. Sandro Lloris, Massimo van der Aarden, Michael Wenningstieper heeft er ook mee gedaan, nu is er klaar mee. Aankomst van de mannen van het vastgoedzuim, Stolen Palestine, maar ook van Lukas Wisniewski. En dan heb je voor is de 4. En dan komen ze echt één voor één bij. Alexander Pels doet dat voor Gerrie de Pets.
Thank you.